geeft een dikke gaap. Goed zo. Dat is fijn. Ja. Nou, ik ben Wil Piepers. Ik ben de opa, de trotse opa van de kleine Kiki. En wij zijn op zoek naar het boek, het grote voorleesboek, het grote boek van Kiki. Sometimes I feel like I'm falling. Falling fast and falling free. She said, my darling, you're not falling. Always looked like you were flying to me. Onze dochter Diana is met 20 weken naar Nijmegen gegaan, naar het ziekenhuis, vanwege gebroken vliezen. En ze is geboren op 6 oktober, eigenlijk 2 maanden te vroeg nog. Ja, die spannende tijd heeft geresulteerd in een prachtige kleindochter die het heel erg goed doet. En het boek waarnaar ik op zoek ben heet Het Grote Boek van Kiki. Het Grote Boek van Kiki is een prentenboek wat vooral voor leuk is om voor te lezen voor peuters en kleuters. Eerst begonnen met de gegevens te achterhalen. Toen bleek dat het via de uitgeverij Lemnis Kaart uitgegeven was. Alleen niet meer verkrijgbaar is. Ook niet meer in herdruk zal gaan verschijnen. Want er is toch blijkbaar onvoldoende vraag naar. En ja, ook op Marktplaats gekeken. Maar eigenlijk is het voor mij onvindbaar. Ik vind voorlezen vind ik heel erg leuk. We hebben aan onze andere kleindochter heb ik ook heel veel voorgelezen. En ja, we gaan weer oppassen op Kiki. En ik vind het wel erg fijn om dan ook voorlezen uit het grote boek van Kiki natuurlijk voor haar. Lezen is zo ontzettend belangrijk tegenwoordig. Dat kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Wie heeft het grote boek van Kiki voor de kleine Kiki? Opa Wil zou er heel blij mee zijn. Geldlandhelpt.nl En dat vind jij ook vast wel fijn, hè? Ja.